welkom bij een nieuwe boekpromotie in 1 minuut. En vandaag gaan we het hebben over het meisje dat op een olifant ontsnapte. Jawel, van Nisrana Farouk. In het boek gaat Kaya proberen om juwelen te stelen van de koning. Eigenlijk zijn het juwelen van de koningin, maar zij neemt ze in ieder geval mee. Dat doet ze niet zomaar. Ze is een eerlijke dief, want ze steelt alleen van de rijken. En met het geld dat ze daarmee verdient, helpt ze mensen in nood. Zoals een van haar dorpelingen die door een krokodil is aangevallen. En die heeft een hele dure operatie, dus die moet betaald worden. Maar dit keer steelt ze eigenlijk wel een heel gevaarlijk iets, namelijk dus de juwelen van de koningin. En ja, dat loopt niet helemaal soepel. De koning komt erachter en besluit om alle dorpen af te struinen op zoek naar de daden. Uiteindelijk lijkt het alsof ze gevonden gaat worden en moet ze ontsnappen. Nou, je kan wel raden natuurlijk op welke manier dat gaat gebeuren. Wat vervolgens gebeurt is dat er een bloedstollende tocht komt door de jungle. Een ontsnappingsroute van de koning. En ja, hoe dat afloopt, dat kun je alleen weten als je dit boek leest.